Deze week in Breda Maakt Het. Gaan we weer terug de schoolbanken in met het groot kilogas dictee. Schrijf je werkt, schrijf je daar W-E-R-R-U-K-T of E-K-T. Dat is eventjes de uitspraak. De dialect is vaak de klanknabootsing. En zien we hoe jonge muzikanten bij Mens een kickstart krijgen van hun carrière. Wat ik dus fijn vind aan die jongens en die meiden ook, om die te coachen, vind ik om ze iets mee te geven waar ze de rest van hun leven nog op terug kunnen kijken. Maar eerst krioelt het van de kunst in Breda. De bekende Rode Mieren in de Willemstraat hebben niet alleen een makeover gekregen, er is ook nog eens een extra laag aan toegevoegd. Afgelopen maandag vond de heronthulling plaats. Het was de bedoeling dat het werk aanwezig zou zijn in de Willemstraat. Dat het ook een werk zou zijn waarin je getriggerd wordt om er iets mee te doen. En als je het eenmaal hebt gezien, dan raak je niet meer kwijt. Ja, het is ongeveer 200 meter lang stuk waar 800 mieren in de tegels verzonken liggen. Het zijn rode mieren, vrolijke mieren, die je meenemen de stad in. We zijn, als je uitzoomt in het grote geheel, zeg maar, mensen zijn net als mieren. Hè? We gaan van huis naar werk en vaak via de trein. En vanuit hier, vanuit het station richting stadscentrum, leek het me prachtig om in ieder geval die link te maken dat we meegaan met de mieren de stad in. En je ziet ook dat kinderen erop springen. Wat ik zei, als je het eenmaal hebt gezien, dan wil je net zoals we op de zebrapaden soms alleen die witte strepen wilden raken. Nu wil je de rode mieren stampen. Ja, je ziet inderdaad dat het slijt. En dat is heel erg zonde. Ik zei het daar straks al, van, ik loop er heel vaak overheen. En op een of andere manier slijt het ook in je geheugen. En het is juist zo leuk om het weer te laten zien. Het ligt er natuurlijk al een tijdje. Geef het die upgrade. En dan ook nog met die augmented reality, dus dat die mieren gaan leven, dat is echt superleuk. Ja, nu is er een laagje bijgekomen ook. Ik werd gecontact door Merel en die heeft haar bedrijf Beeldschoon Breda. En die wilde heel graag kunstwerken die misschien wat minder bekend zijn of minder begrepen zijn. Die wilden ze in een ander daglicht zetten. En in dit geheel hebben ze met Studio Abvis een 3D-mier, een AR, augmented reality gemaakt. Waarin je dus als gebruiker, als wandelaar, een code kan scannen en dat je de mieren ook virtueel ziet lopen door de Willemstraat. Ik heb het net gedaan, het is fantastisch. Je kunt hordes mieren op mensen afsturen en die waggelend gaan ze de Willemstraat af. Nee, ik had geen stiekem preview, dus ik was echt heel erg blij verrast. Wat je ziet is, je kan op die mieren kan je vingertop leggen en dan komt hij tot leven en dan gaat hij lopen richting het Valkenberg. Ja, ik denk dat het voor kinderen heel leuk is, maar voor volwassenen, ik vind het zelf ook nog ontzettend leuk. Het is iets van nu en ook iets waar we al wel meer mee werken. Ook in China, waar ik veel werk, zijn we daarmee bezig. Maar ja, hier in Breda denk ik dat het een fantastische toevoeging is tot het werk. Inderdaad, bedacht voor op de straat om wat minder aanwezig te zijn, maar wel daar. Maar voor kinderen, voor gebruikers hier in de Willemstraat is het denk ik te gek en een hele leuke ervaring erbij. Ja, je moet op een gegeven moment gewoon even goed gaan kijken van, hey, zien mensen het nog? En op het moment dat mensen het niet meer zien, dan moet je gewoon zorgen dat het weer zichtbaar wordt. Dat is het belangrijkste. En zeker, weet je, met corona hebben we natuurlijk gezien dat kunst in de openbare ruimte, dat doet heel veel met mensen. Het feit dat we niet naar musea konden, dat we niet naar concerten konden. En op het moment dat je natuurlijk nu, Troubadour brengt natuurlijk muziek, cultuur bij elkaar. En dat je het weer laat zien, ja, dat is heel erg belangrijk. Ja, er zijn ook nieuwe dingen die we willen doen, maar er zijn ongetwijfeld werken waar we nog niet eens aan gedacht hadden. Dus het is niet de laatste in de serie, nee. Maar het is natuurlijk wel zo, ja, het is gelijk het grote podium van de MES. Ja, super gaaf, weet je, om daar gelijk te staan. Nou, we zorgen ook dat het mooi is aangekleed, dat het licht mooi is. We hebben ook gewoon technische collega's in dienst van, joh, mocht het even niet zo lekker klinken, dan komt er gelijk iemand helpen van, joh, even dat knopje aandraaien. Ja, en het is gewoon super gaaf om op het grote podium van de MES te staan.
Kees, weet jij zo een Breda's woord? Nou, ik denk dat ze misschien niet weten wat Betty Akkermaarden heeft over de ronde. Ja, ja. Typisch Breda's, ja, houdoe, heb je al gezegd. Houdoe. En Betty Akkermaai? Margerukt, zeggen Breda nog wel. Tachtig. Ja, dat wel. Dat zijn woorden die redelijk Breda's zijn. De paters, Terpentijn en Chagrijn, Theo Borghouts en Theo Melis, die hebben ooit eens een keer op basis van een burgemeester die probeerde Breda's te praten. Toen hebben ze gezegd, ja, dat is geen Breda's. Wij zullen die burgemeester wel zijn lesje leren. En die hebben toen een les Breda's in elkaar geknutseld. En die hebben de burgemeester uitgenodigd. En die hebben hem een les Breda's gegeven. En dat beviel eigenlijk zo goed dat ze op een gegeven moment een boekje hebben uitgegeven. En dat heet Ekul. En dat, dat gaf een beetje uiting aan hoe dat Breda's een beetje in elkaar zat. Vervolgens hebben ze ook nog een boekje geschreven. En dat heette Tweekul. En naderhand hebben ze nog een boek en dat heette de Ekul Omnibus. Hebben ze uitgegeven om een klein beetje het Breda's vast te leggen. Nou, wat ik de belangrijkste vind, is dat een Bredanaar de H uitspreekt. Meestal de H van Henk. Uitspreekt waar wij een beetje de Nederlandse taal kennende het nu gebruiken. En andersom ook. Laten we een voorbeeld noemen. Mijn moeder, die een echte Breda's was, die zei, en waar je eigenlijk ook nog wel eens een keer. Ik vind het eten weer eerlijk. Ja? En die avond met een H, die gebruiken ze wel de H. Dat vind ik wel de belangrijkste. Wij zeggen niet schoon, maar schoon. En de paters hebben ons geleerd hoe je dat moet schrijven. Namelijk twee, de circonflex, denk ik dat is, hè? Die hoedjes erop. En dat wil zeggen schoon. Ja, dat zijn zo'n beetje, denk ik, de dingen die echt opvallen voor een buitenstaander. Nee, ik denk dat dat moeilijk eigen te maken is door studie. Ik denk dat je dat van huis uit meekrijgt, waar in het gezin plat Breda's wordt gesproken, dan neem je het makkelijk mee. Maar als je dan op school geconfronteerd wordt met alleen maar Nederlands, ABN Nederlands, ja, dan leer je daar toch weer andere dingen en dan ga je er ook op een andere manier mee om. Maar vroeger, met name de arbeiderswijken, daar zat je op een school en daar sprak iedereen dialect. Dus bleef het dialect makkelijker hangen. En nou, heel veel wijken bestaan uit importmensen. Kijk bijvoorbeeld naar het Ginneke, waar ik zelf vandaan kom. Daar wonen nog wel authentieke Ginnekenezen, Ginnekenaren. Maar daar zit heel veel import. En dat zijn mensen die komen overal vandaan. En die spreken geen dialect meer. Ja, het heeft toch iets wat niet bij studie of aanzien hoort, denk ik. En dat vind ik jammer, hè, want als echte Bredana, ja, zeg ik van jongens, verloog je jeugd niet en het verleden niet. Hè? Ja, ik denk misschien kunnen wij het, hè, en hopelijk degene, want ik ben al niet meer zo jong. Ik denk nooit meer dat je de vroeger terugkrijgt, daar ben ik wel van overtuigd. Die levenswijsheid heb ik. Maar wij proberen dat een klein beetje in stand te houden, omdat het dialect toch ook wel met carnaval gebezigd wordt. Om daar met de dictée een klein beetje gevolg aan te geven. Van hé, deze woorden zijn er ook nog, of zo kan het ook gezegd worden. En dan proberen we dus de mensen, maar ja, het zijn altijd de carnavalsvierders die op zo'n dictéavond verschijnen. En die vinden dat wel leuk om mee te schrijven. Ja, maar om je consequent aan bepaalde schrijfwijzen te houden, is eigenlijk heel moeilijk. Met een accent grave of een accent aigu. Dus dat is allemaal, toch wel een schrijfje werkt. Schrijf je daar W-E-R-R-U-K-T of E-K-T. Dat is eventjes de uitspraak. De dialect is vaak een klanknabootsing. En dat zie je hier in deze boekjes ook.
vaak is klanknabootje. Ja, wat kunnen ze verwachten? Voornamelijk Ronald en ik hebben geprobeerd 11 originele zinnen te maken. En we hebben wat teksten voor tussendoor. Dus alles bij elkaar ben je misschien 3 kwartier een uur bezig. Een echte tip, ja, leesbaar schrijven lijkt me toch wel handig. Dat voor de jury met name heel handig. Want er zijn mensen die hebben een spijkerschrift, dat wil je niet weten. Wat wij in ieder geval vinden, dat de mensen een plezierige avond hebben. En ik ga wel aan de bar zitten, denk ik, wat moet ik anders doen. Hè? We zijn er nu een jaartje zijn we er eigenlijk mee bezig. Begin dit jaar, halverwege dit jaar, zijn we eraan begonnen. En het idee liep eigenlijk al een tijdje in Zeeland. Daar heette het Kickstart en dat was bij Pop aan Zee. Maar we kwamen erachter dat het heel tof is en dat er in Breda eigenlijk niet zoiets was. Dus daarom zijn we begonnen. Nou, Kickstart is vooral een ontmoetingsplek voor jonge muzikanten. Dus jonge muzikanten kunnen samenkomen en onder begeleiding van een coach, die we hier op de achtergrond zien, kunnen zij samen muziek maken. Het is volledig vrij om binnen te komen. Dus of je nou al een heel klein beetje gitaar speelt of net eventjes wat beter, maar je bent echt op je... Je zit vast in je slaapkamer als muzikant, dan kun je naar Kickstart komen om samen muziek te maken. Ik kreeg toen ik 6 was mijn eerste ukulele en dat was echt nog een heel klein ukulele, echt een speelgoed ukulele. En toen ben ik een beetje begonnen met muziek maken en het begon eerst als een hobby, maar ik heb steeds meer betere ukuleles gekocht en mezelf beter ontwikkeld in de muziek. Ja, het is fijn om, het is thuis spelen, ben je op een gegeven moment gewoon even zat. En dan denk je van, ik wil ook met andere mensen spelen om te kijken hoe het samen klinkt. En daar is Kickstart een fijn voorbeeld van. Ik zie vooral veel passie. En daar herken ik mezelf in terug toen ik zelf ook 14, 15 was. Gewoon die passie dat je wilt gewoon muziek maken. Dat is het gewoon. Je wilt het gewoon doen, je wilt verder komen, je wilt groeien. Ik wil die mensen daar gewoon hartstikke graag bij helpen. Om die passie te ontwikkelen. Zodat ze zelf op een plek kunnen komen waar ze later trots op kunnen zijn. En ik denk dat je kan een akkoordenprogressie spelen. Je kan een nummertje spelen of een cover. Maar ik vind het belangrijkste als je gaat jammen. Dat je luistert naar elkaar, naar de dynamiek. En dat je bezig bent met je omgeving. Dat je leert om kleine signalen van je medemuzikant op het podium op te vangen en daarop in te spelen. En ik denk dat dat hier zo bij Kickstart, dat dat heel erg belangrijk is. Nou, niet belangrijk per se, maar dat het... Dat het goed is dat ze dat meekrijgen. Dat je niet alleen maar gewoon een plat akkoordje speelt, maar dat je samen met elkaar probeert te kijken van hoe kan ik de beste show geven. Sociaal zijn, dus met andere mensen, elkaar begrijpen. Voor als je een liedje wil spelen wat anderen niet goed begrijpt. Dat je elkaar kan uitleggen hoe het moet. Dus je leert er ook veel van. En het geeft podiumervaring. Maar het is natuurlijk wel zo, het is gelijk het grote podium van de mes. Ja, super gaaf, weet je, om daar gelijk te staan. Nou, we zorgen ook dat het mooi is aangekleed, dat het licht mooi is. We hebben ook gewoon technische collega's in dienst van, joh, mocht het even niet zo lekker klinken, dan komt er gelijk iemand helpen van, joh, even dat knopje aandraaien. Ja, het is gewoon super gaaf om op het grote podium van de mes te staan. Dromen, verder komen in de muziek, eigen liedjes uitbrengen en mensen blij maken met muziek. Muziek maken is een passie. En niet alleen passie, het kan ook je beroep worden. Het kan er ook voor zorgen dat je gewoon je dagelijkse of maandelijkse salaris eruit kan halen. Ik vind het vooral heel erg belangrijk om die mensen mee te geven dat muziek meer is dan alleen maar luisteren naar een nummertje op de radio. Maar het verbindt mensen. Het is ook nog eens een keertje een hele fijne uitlaatklep. En wat ik dus fijn vind aan die jongens en die meiden ook, om die te coachen, vind ik, om ze iets mee te geven waar ze de rest van hun leven nog op terug kunnen kijken.
Dus ja, wat ik persoonlijk echt gaaf vind is dat, nou ja, juist dat die vriendschappen, die muzikale vriendschappen ontstaan. Dus echt het toffe zou zijn is, nou ja, dat er over nu tot 5 jaar een hele nieuwe muzikale voedingsbodem van mensen die elkaar gevonden hebben ontstaat. En zo, ja, een nieuwe muzikale voedingsbodem van heel Breda. Hè. Straks dat er nog wat bandjes kunnen uitgroeien. En dat we over een jaar of 5 of 10 nou, gewoon live muziek, of nog meer live muziek van Breda's bodem kunnen luisteren. Ik zou zeggen, probeer het. En als je het niks vindt, dan kan je altijd nog naar huis. Maar het is een goede keuze om het te proberen.